Ja, was erg leuk vooral. En ja, het is natuurlijk mooi om, om eindelijk een keer tegen VOC te spelen. Je speelde rechts buiten. Klopt. Dus niet, dat is, ja, ik heb er wel een beetje kijk op, maar niet je favoriete positie. Nou, weet ik niet. Toen ik hier bij VOC mijn mooie jaren heb gehad, speelde ik eigenlijk op precies dezelfde positie in precies dezelfde rol. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het als rechtsbuiten net zo naar mijn zin heb als op 10 vorig seizoen. Aanvoerder was je ook? Zegt dat nog iets? Ja, ik speelde en Michel niet. Ja, misschien zegt dat wel wat, maar ja, ik vind het in ieder geval een eer dat ik die bal mag dragen. Het eerste kwartier was VOC eigenlijk beter? Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat zij handig gebruik maakte van de ruimte die er op een gegeven moment lag. Maar ik denk wel dat wij een stuk verder en een stuk makkelijker met de bal speelden. Zijn jullie ook verder als ploeg dan vorig seizoen om deze tijd? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Vorig seizoen hadden we een heel nieuw team, een andere trainer. Ik denk dat we nu al wat langer onder deze trainer een bepaalde lijn hebben ingezet. Dus dat we op dat gebied wel verder zijn. Maar ja, er zijn ook weer veel nieuwe jongens die ingepast worden en we beginnen elkaar steeds beter te leren kennen. Wat is je positie in die groep eigenlijk? Dat vind ik wel interessant. Ik weet ook dat je zelf iemand bent die daarover nadenkt. Vorig jaar begon je als speler uit de amateurs en nu met een zekere status in die groep. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet zo super interessant vind. Ik vind het belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat iedereen vrij is om te doen waarvan zij denken dat ze goed zijn. En daarin probeer ik jongens te helpen en vooral ook mezelf verder te ontwikkelen. En ja, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin en dat merk ik aan alles en dat merk ik ook in de sociale omgang met spelers. Las ik vanmorgen in de krant dat je graag in de Eredivisie wil gaan spelen. Ja, dat lijkt me logisch, toch? Ja, dan moet je hier weer weg. Nou ja, volgens mij stond er ook in de krant dat ik graag in de Eredivisie wil spelen. En het liefst met Sparta. Ja, dat was heel charmant. Maar is dat niet reëler om te kijken wat er dan nog komt in deze komende weken? Nou, ik denk dat dat helemaal niet interessant is. Ik heb, zoals ik al zei, ik heb het super naar mijn zin bij Sparta en ik zit super goed op mijn plek. En nou ja, ik ben niet voor niks hier bij VOC ook 5 jaar gebleven terwijl ik hogerop kon spelen bij andere clubs. Het naar mijn zin hebben en een goede positie hebben binnen het elftal, dat is voor mij 10 keer belangrijker dan welk niveau of welk bedrag of wat dan ook. Ik ben toen niet alleen 5 jaar gebleven, maar je komt hier nu ook weer terug als assistent-trainer. Nou, ik ben eigenlijk nooit weggegaan, want ik was vorig jaar nog steeds trainer van de A1. Ja. En nou ja, ik was hoofdtrainer, dat viel me wel zwaar om dat met elkaar te combineren. En ik wilde toch graag als trainer iets blijven doen hier. En toen ja, heb ik me als het ware aangeboden als assistent-trainer. Is dat je toekomst? Ja, ik vind het ook ongelooflijk leuk om te doen en ik heb al meerdere jaren ervaring daarin en ik wil dat gewoon graag blijven doen en mezelf daar ook in blijven ontwikkelen. En nou ja, als trainer heb je nooit echt een heel zeker bestaan. Dat heeft Sparta de laatste jaren wel uitgewezen. Maar als het zou kunnen, dan zou ik dat heel mijn leven wel willen blijven doen. Interessante leermeester, Alex Pastoor. Ja, dat vind ik zeker. Wat steek je ervan op? Nou ja, ik denk dat je van iedere trainer wel dingen opsteekt. Iedere trainer doet bepaalde dingen op zijn eigen manier. En ik denk dat het bij deze trainer heel belangrijk is dat er over de dingen die we doen goed is nagedacht. En dat er een bepaalde lange termijn visie in zit. Ik wens je veel succes dit seizoen. Bedankt.